Ja, dan zijn we dan met een nieuwe NEC-update in een hele belangrijke week voor NEC, voor Nijmegen en voor de omgeving. Want komende week werken we toe naar de bekerfinale die zondag 21 april gespeeld gaat worden. Om 6 uur zal er afgetrapt worden in de Kuip. En dan was het vandaag dus de generale eigenlijk voor die wedstrijd. Thuis moest er gewonnen worden van PEC Zwolle. Nou, dat gebeurde niet en dat moet toch een beetje zuur voelen. Nee, we hadden gehoopt te winnen. Ik bedoel, dat is simpel zat. Dat doe je elke wedstrijd en ook deze. Uiteindelijk heb je denk ik ook genoeg kansen gehad om te winnen, zeker in de tweede helft. Maar het is niet gelukt, dus dan gaan we uit van een mindere generale en een goede repetitie. Waar lag het nou vandaag aan? Ik denk dat we de eerste helft meer balbezit hadden. De eerste schot denk ik van, of het tweede schot van Zwolle is meteen een doelpunt. Nou, ik denk dat het creëren in de eerste helft nog minimaal was. Al hadden we denk ik wel een grote kans met Kodaj op de 1-1 en een kopbal van Koki op de 1-1. Na rust hebben we denk ik zijn we goed begonnen. Daarna hadden we mindere fase, vond ik dat we het niet goed deden in het verdedigen. In de keuze die we daarin maakten en uiteindelijk hebben we denk ik genoeg kansen gehad om nog te winnen. Dus het was een open wedstrijd en ik moet zeggen de tegenstander heeft daar ook zijn rol in gehad. Ja goed, dat hoort er ook bij. Ja, want jullie begonnen inderdaad tweede helft, hè? Binnen 10 minuten keer je de wedstrijd om. En inderdaad, het zakte helemaal weg. Nou ja, we waren wat moeite met het positiespel van Zwolle. Dus ja, dan kom je wat lager te spelen. Dat was niet de bedoeling. Daarna de 2-2 draaide dat weer om. Maar die fase daartussen, daar hadden we het niet goed voor elkaar. En dat zou beter moeten. In hoeverre ben je toch in zo'n wedstrijd al een beetje bezig met volgende week? Nou, alleen op basis van jongens die de fittheid misschien niet hebben om 90 minuten te spelen. Ja, je hebt zelf Dirk gezien die vandaag begon en die 32 minuten heeft gespeeld. Ja, daar hou je rekening mee omdat je hem er ook volgende week bij wil hebben. En uiteindelijk in de wedstrijd verder niet. Alleen je kijkt of jongens het volhouden en fit blijven. We hadden het niet verwacht, maar hij maakte zijn rentree. Dirk Proper. Ja, zeker. Het is natuurlijk een tijd geleden, dus ik ben blij dat ik weer even heb kunnen spelen. Ja, hoe speel je dan? Want er komt een hele belangrijke wedstrijd aan. Dan kun je nu voor het eerst even wat minuten maken. Speel je dan toch een beetje met die handrem erop? Nee, eigenlijk niet. Want dit is ook een hele belangrijke wedstrijd voor ons. En dat hebben we van tevoren ook gewoon benadrukt. Natuurlijk, de bekerfinale is mooi. Alleen, eerst hebben we deze wedstrijd en die is super belangrijk voor ons in de competitie. Dus nee, het was niet met de handrem op eigenlijk. Ja, dat was wel afgesproken, hè? Half uurtje voor Dirk. Hè? Ja. Nee, die keuze hebben we vooraf gemaakt om hem te laten beginnen, zodat hij meteen in de ritme van de wedstrijd komt. Warming up heeft gedaan met de groep. Maar ik vond dat hij het prima deed. Ik had niet het idee dat hij heel lang is weg geweest. Ik vond dat hij zijn spel speelde zoals hij altijd kan. Dus dat is positief. Goed, dan nu het vizier gewoon op die bekerfinale. En zat dat er ook al niet een klein beetje in deze wedstrijd? Ik weet niet waar je dat aan zou... Nou ja, misschien ook een beetje de scherpte niet of in die duels een beetje proberen te vermijden. Nou, dat gevoel had ik niet, want uiteindelijk denk ik wel dat als je kijkt naar de kansen die we nog hebben gecreëerd. En ik denk niet dat je dat echt mist of zo. Ja, kijk, uiteindelijk, ik denk dat we twee goals tegen krijgen waar misschien inderdaad net wat beter kan. Alleen ik denk dat niet te maken heeft met dat we een bekerfinale hebben volgende week. Want als ik zie hoe de jongens, ook die jongens die erin komen, hun werk doen. Maar ook die jongens die gewoon vanaf het begin starten. Dan vond ik niet dat we al bezig waren met de volgende wedstrijd, eerlijk gezegd. Ja, Dirk heeft hem natuurlijk al een keer gespeeld, die bekerfinale in de jeugd. Is dat dan nu een ander gevoel? Nee, eigenlijk niet. Voor mij niet. Ja, ik heb nu gewoon nog. Ik heb me bezig gehouden met deze wedstrijd. Voor mij waren er natuurlijk heel veel andere dingen waar ik mee bezig moest houden. Ja, dat gaat deze week waarschijnlijk een keertje komen. Maar ik heb dat nu nog niet echt eigenlijk. Ga je een belangrijke week in nu? Hoe is dat? Zo'n bekerfinale week? Ja, dat moet nog blijken hoe dat is. Dat heb ik nog nooit meegemaakt. Ik zie het als een mooie week. Geweldige wedstrijd. En tegen een goede tegenstander, dat weten we allemaal. Maar we gaan ervan genieten en we gaan een plan maken om die wedstrijd te winnen. Ja, ga je dan nog andere dingen doen in zo'n week? Nou ja, we gaan wel een aantal dingen doen die misschien iets anders zijn. Maar in de basis blijft de voorbereiding hetzelfde. En, het is al een speciale wedstrijd en iedereen merkt al de enorme enthousiasme wat er is in de regio, in de Nijmegen. Dus ja, dat is al speciaal genoeg. Dus de rest dat zal wel volgen. Ben je bang geweest dat je het niet zou halen? Ja, uiteindelijk ook wel bang geweest. Zeker omdat het mijn herstel eigenlijk heel goed ging, heel lang. En ik toen toch wel een kleine terugslag heb gekregen.
En zeker op zo'n moment, dan baal je daar heel erg van. En dan is het eerste wat in je hoofd omgaat, is natuurlijk de bekerfinale. Dus vooralsnog heb ik groen licht. Zegt die zangkwaliteiten van jou, die gaan nu door elk stadion heen, dat liedje? Ja, dat klopt. Ik weet niet wat vandaag ook werd gezongen, heb ik niet echt meegekregen, maar het zou goed kunnen. Ja, het wordt een bijzondere week voor de mannen van Rogier Meijer, voor NEC, voor Nijmegen, voor heel de omgeving. En ook voor ons natuurlijk, richting die bekerfinale. We zijn er elke dag met een NEC-update. Vandaag dus al een beetje teruggeblikt, maar vooral ook een beetje vooruitgeblikt al met Dirk en met de trainer. Dat gaan we de rest van de week ook gewoon doen in de NEC-update. De hele week dus alles al over die bekerfinale. En heb jij ook al gestemd op die rood-groen-zwart top 50? Nee, nog niet? Doe dat dan eventjes via de website rn7.nl. Ik zeg graag tot de volgende en die is morgen alweer. Tot dan!